Hallo. Hallo, goedemorgen. Ik kom even een collecte voor de EP. Hebt u daar wat voor over? Ja, natuurlijk. Geef het maar. Ja. Ja, dat... Zo, alsjeblieft. Dankjewel. Succes, fijne dag. Ja, fijne dag. Ja, dag. Ja, lieve, alstublieft. Ja, bedankt. Succes. Doeg. Zo, de pen weer terug. Het lijkt zo makkelijk dat collecteren. Maar zoals met die pen, dat gebeurt vaker. Dat is soms zo goed doen, want je moet die blokboot geven. En dan moeten die mensen wat opschrijven. Dan moet je dat geld ondertussen. Dus je staat soms zo te stuntelen met dat kladblok. Je kunt beter zo'n bus hebben. Maar daar kan ik ook wel een heel leuk verhaal over vertellen. En dan bel je bij sommige huizen aan. Hè? Netjes sta je naar aangekleed. En dan doet er een man open. In zijn onderbroek. En dan sta je als collectant van... Waar moet ik kijken? Ja, nou je weet wel waar je niet kijken moet. Hè? Dan denk ik, man, trekken we aan. Huppakee. En dan, nou ja, dan raf je maar af. En dan ben je blij dat ze man niks geeft. Want dan zie je hem ook nog... Nou ja, je weet, je een beetje fantasie hebt. Dan kun je wel nagaan hoe je er staat. Maar ik had net aardig veel lawaai daar bij deze deur. Met die klopper. Maar dat wil ik eigenlijk even duidelijk maken. Een paar jaar geleden liep ik ook in de gemeente Oldebroek te collecteren. En liep ik langs de rijtjeswoning. En heb je daar zo'n plantsoentje. En aan de andere kant ook. Dus je kijkt eigenlijk zo bij elkaar, naar mijn idee, de kamer binnen. Dus als je bij de ene kant aanbelt, zie je de andere kant hier staan. Dus ik klauter helemaal over zo'n hekwerk heen om toch bij die deur te komen. Ik denk, ja, ik kan het overslaan, maar wie weet geeft die man wat 10 euro. Dus dat is gewoon zonde. Dus ik klauter over het hekje heen, had je ook zo'n klopper. Maar die zat behoorlijk vast, dus dat gaf weinig geluid. Ik denk, nou, dat hoort hij niet. En dus ik kijk naar de bel, waar hangt die bel? En toen zag ik hem hangen. Nou ja, hangen, het was zo'n trekbel was het. Dus eerste keer dat ik zo'n ding zag, dus ik, nou ja, ik wou dus aan de bel trekken. Nou en ik trok flink, dus ik... Trekt er aan die bel en hoppelen vijf in de ginder. Dus hij hoorde vast wel, maar toen had ik die bel in de hand. En dan sta ik weer met die bel in de hand. Ik denk, nou ja, druk ik gewoon terug. En dan voel je zo'n lachkriebel opkomen. Je begint een beetje te bibberen, want dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling. En je hebt het idee dat achter iedereen, al die buren die jou dus ook zien bellen en dat ding in je hand hebben. Dus die hebben zoiets van, ik denk, ik moet dat ding terughangen. Dus ik pak die bel en ik wil hem in dat gat terugdouwen, maar... Hij wou niet, ik bibberde natuurlijk zo en ik moest steeds meer lachen. En op een gegeven moment hoor ik een hoop lawaai binnen door het gebel heen, want die bel die rinkelde zo hard. Nou echt, je zou denken dat het luchtalarm bijna afging. Dus in één keer gaat die deur open en ik moest zo lachen, ik kon er niks aan doen. Dus ik wou het verhaal afsteken tegen degene die deur opende. Maar ik voelde hem net een beetje klein duimpje die tegen de grote reus. En er komt een hele grote man, die gooit daar die deur open. Het was allemaal haar, een groot wit hemd aan, er kwam een grote buik onderuit en die ogen van hem, dan kan ze zo uitzien, echt heel groot van, wat is hier aan de hand? Wat is de brand? En ik stond er met die bel in de hand van, ja, ik kan er niks aan doen. Ik kon niks zeggen, ik moest zo verschrikkelijk lachen. Ik lag gewoon te snikken van het lachen voor die deur. Ik denk, iedereen achter zien we natuurlijk ook. Ik heb op een gegeven moment, ik heb de bel in de hand gedrukt van, nou, alsjeblieft. En ik ben over dat hek geklauterd, gestunteld en ik ben gegaan. Sorry meneer, als u nu kijken kon er niks aan doen, moet u maar beter de bel kopen. Dus mensen, komen de collectanten aan de deur, roeren in ieder geval niet een onderbroek open en kopen een fatsoenlijke bel. Want dat zou zoveel schelen en geef die pen terug. Tot de volgende keer.